Geel tekent voor de eerste gevaarlijke actie. De kopbal van Pelic gaat maar net over de kruising. In de 27e minuut is er balverlies van Wetteren op het middenveld. Bekmezi onderschept, stuurt dan Karamatsa in het straatje. En die besluit voorlangs. Geel heeft het meeste balbezit en dwingt de beste kansen af. Het grondscherend schot op slag van de rust is van de Weijer. In de toegevoegde tijd van de eerste helft ontzet de Smet nog een voorzet van Pelic voor de neus van de Weijer. En gaat een streep van Bram Kriel maar 20 mm over. Wetteren komt voor een punt en loert op een gaatje. Persoons is een echte counterspits. Hij scoorde een hattrick tegen Willebroek Meerhof. Meer dan 2/3 van de tijd is opgebruikt. Wijkaard steekt een lange cross op het hoofd van Sermijn. Schuurmans glijdt uit en Wetteren leidt met 0-1. 7 minuten kan Wetteren die voorsprong vasthouden. Dan maakt Bram Kriel opnieuw gelijk. Van de Weijer is dan nog 2 keer heel dicht bij de winning goal, maar het blijft 1-1. Na 9-9 geraakt Geel niet verder dan 1-6. Je kunt na 9-9 1-6, je kunt ook zeggen 10-15. Dus dan krijg je totaal een ander beeld. Maar wij weten dus dat elke ploeg op die manier hier gaat spelen. We hebben vandaag het geluk gehad dat we op een plein konden spelen die breed en lang genoeg was. Dus ja, je moet eigenlijk ook een beetje rekening houden met de omstandigheden of in de reeks waarin dat je eigenlijk zit. En ja, oké, het is zo. We moeten proberen daar het beste van te maken.